Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik ben verder aan het gaan met mijn Boston en Maine locomotief. Ik heb inmiddels krimpkousjes over de blootliggende verbindingen gelegd, zodat er wat minder kans is op kortsluiting. En ik ben bezig met de verlichting. Eigenlijk zit er dus deze gloeilamp in en ik wil het vervangen door een LED. Ik heb opgezocht dat de witte draad is de voorkantverlichting en de blauwe is de ik dacht common ground. Ik zag ook her en der dat het de VE plus is, maar ik merk toch hier ook dat het de ground is, als ik me goed herinner, met de voltmeter. Heb Decoder Pro draaien. Ik ga wederom proberen mijn screen capture te doen. En ik ga eerst eens kijken hoeveel volt hieruit komt. Ik heb mijn trein geselecteerd. Ik kan hem een stukje laten rijden. Nou, mag dat is wel genoeg. Hij staat op forward, dus er zou nu stroom moeten staan op de voorkant, verlichting voorkant. Nu hoop ik dat het hierop te lezen is. Ja, de blauw is wel de pluspol. Het is bijna 16 volt. Dus een witte LED, forward voltage 3,3 volt, ongeveer 20 milliampère. Heb ik even ergens ingevuld en dan kom je uit op een aanbevolen weerstand van 680 ohm. Nou, dat is deze weerstand hier. Dus als ik nou op mijn breadboard alles goed aansluit, kijk aan. Het is een redelijk felle lamp. Ik denk eerlijk gezegd te fel voor in de locomotief. Dus ik zat zelf wel te kijken naar een 820 ohm. Kijken hoe fel dat eruit komt. Ik heb in een LED gekeken, dus ik zie vlekjes. Kijk, het is nog steeds een redelijk felle LED. Maar in ieder geval een stukje aangenamer. Ik kijk heel even wat er gebeurt met een. Eens kijken, 820 heb ik hier. Is dit een 1K5? Nou, dat is nog wat meer weerstand. Oh, jij er tussenuit. Hij hoeft hier ook alleen maar door een stukje plastic heen te schijnen. Dus ik denk dat dit een heel stuk vriendelijker is als het door een kap heen moet. Nou, is dat te zien? Ik moet hem eigenlijk een beetje bijbuigen hiervoor. Ik denk zelfs dat dit misschien nog wel te fel is. Hij zit vrij hoog hier in de kap en dan brandt eigenlijk de lamp hier door de, ja, door alle ramen heen. Als je naar voren wijst, dan ja, ik denk dat ik nog wat hoger mag. Eens even kijken wat ik in mijn assortiment heb liggen hier. 3K. 1M. <coughs> 3K8. 3K. 2K2. Rood, 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 rood. De weerstand is ook lekker warm. Dus, deze zijn misschien iets te dun voor de hoeveelheid aan warmte die afgevoerd moet worden. Ja, dit is eigenlijk ook prima. Ik denk dat ik hier voor de 2K, dus 2000 ohm ga. De weerstand wordt wel warm. Ik hoop dat hij niet te warm wordt.
de led moet uiteindelijk hierin terechtkomen, in die socket. Dus ik denk dat ik hem past precies allemaal. Dus ik denk dat ik dadelijk met wat verbuigen van de pootjes een heel eind kan komen. Maar dan ga ik er wel eerst het soldeerwerk voor doen. Ik ga de stroom eraf halen. Zo, stoppen, uit, zo, voordat ik dadelijk ergens kortsluiting maak. Die gaat ook weg. Nu ben ik vergeten wat de pluspol was. Eventjes ervoor zorgen dat ik het goed doe. Dit is de ground. Die ging hierheen. Zo. Dan de led aan. Zo. Goed. Ik wil de weerstand aan deze poot hebben. Ik kan het allemaal nog wel wat inkorten, maar dat komt dadelijk. Oh, oh, te snel, te snel. Ja. Dat is één. Goed, die zwart. De witte ga ik aan de weerstand monteren. Eerst weer de stroop eraf. Ik ga hem ook een stuk inkorten. Even goed buigen. Zo. Pardon, de witte moet aan de weerstand. Hop. Als ik nou dadelijk dus op de achterverlichting wil doen, dan moet ik de blauwe kabel eigenlijk ook doortrekken naar achteren. Want dat is dus de common plus. Dus die ga ik daar strakjes misschien nog opzetten als ik de andere kant ook ga doen. Daar was ik eigenlijk nog niet uit, want ik kan de led daar niet makkelijk op monteren. Dan moet ik met lijm aan de gang. Nou, dat wordt meestal een beetje een rommeltje. Dus weet ik nog niet, maar als ik zo zie hoe wiebelig het hier zit, misschien dat ik aan deze kant ook wat moet lijmen. Oh, jullie uit de weg.
Even kijken, stroom op de baan, is dat veilig? Waarschijnlijk niet. Een beetje naar voren rijden. Heb ik hem nou toch verkeerd om aangesloten, joh? Zo goed op zitten letten. Makkelijkste manier om erachter te komen. Is eventjes los te halen. Zo. Zo. Stroom erop, naar voren. Krijg nou wat, joh. Heb ik dan soms net mijn led gefrituurd? Dat zou natuurlijk nog kunnen. Even kijken of er wel spanning op staat. Geen spanning. Wat? Ja, wel spanning nu. Volt, maar de brandt vrij weinig. Goed, ik had dus de led gefrituurd. Ik heb inmiddels de led vervangen. Ik heb de weerstand er weer tussen gezet. Ik heb een krimpkous overheen gedaan. Ik ben nu die krimpkous aan het laten krimpen door met mijn soldeerbout erop onder te houden, hopende dat de lucht die er vanaf komt warm genoeg is om wat te laten doen. Het zou moeten werken, het werkt ook bij andere dingen, bij andere krimpkousen. Maar ik wil natuurlijk niet delen van deze trein gaan smelten. Het is een beetje oppassen. Maar gelukkig komt het niet zo heel nauw hoe klein die krimpkous, hoe strak die krimpkous zit. Zie maar een beetje op zijn plek blijft zitten. Zo. Goed, dat is dus de LED-verlichting. Nu wil ik hem alleen nog. Ik moet al die kabels nog eens weg gaan werken. Is inderdaad misschien wel wat te fel. Nog steeds te fel. Ik wil ook nog vast gaan zetten. Dat buigen, dat was het niet helemaal. Ik denk dat ik hier hem sowieso op zijn plek moet gaan lijmen. En als ik dat dan toch ga doen, misschien dat ik dan aan de achterkant hier ook wel de lamp kan bevestigen. Maar die moet dan wel een heel stuk hoger. Dus daar ga ik nog eens even over nadenken. En hij moet nog terug in elkaar.
De overgebleven kabels wil ik nog even wegwerken. En in zijn geheel moet ik het nog zien weg te werken dat het niet in de draaiende onderdelen van de motor gaat komen. Dus ik denk dat ik hier zo de kabels op vast ga zetten. Uiteindelijk de decoder ook, moet hij ook nog ergens een plekje krijgen. Maar misschien dat ik ook wel met wat stukken plastic aan de gang ga om hier een brug te bouwen. Nu moet ik even uitzoeken. Maar tot zover in ieder geval voor nu de verlichting. Ik hoop dat mijn screen capture gelukt is. Dan kan ik ook een keer laten zien wat ik op al mijn laptop aan het doen ben. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.